Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. Jei. Yeah. En ja, dit is volgens mij episode 17. Ik ben er niet helemaal zeker van, maar ja, het zal allemaal wel. En uh, ja, we kijken hier naar mijn frame voor mijn huis. Hier komt mijn huis. Uh, ik heb in ieder geval de planning om hier mijn huis te bouwen. En jullie zullen je vast afvragen, Ronald, dit zijn gewoon wat. ook locks. Dat moet je hier nou mee dan. Wel, al die, ja, wat zijn het? Vierkant dingen, uh, ga ik omhoog bouwen, net zoals daar. En die vul ik ook met dirt in verband met. Uh, de mop spawns, want straks spannende er de monsters in. En dat willen we niet. En ik ga er geen torches afspelen Dus doe ik maar gewoon dirt. Want ik heb ongeveer 50-60 met dirt. Want dit was allemaal verhoogd. En ik heb het naar beneden gehaald. Omdat ik wil daar een soort van haventje maken. Dus uh, ja, ik moet daar nog even wat mee doen. En um, ja, ik zit er ook wel aan te denken. Omdat er dus een soort dock te maken met een brug die naar de. Uh, overkant loopt zeg maar en dat dit dan zeg maar mijn koninkrijk is met een hele haven en zo en nou ja het wordt super cool allemaal dus uh, ja misschien ga ik wel een beetje kingdomachtig maken moet ik even kijken maar Ronald als Minecraft ga ik Heel lang uh, laten doorgaan. Zelfs als we Witbas hebben verslagen. Dan komen er wel nieuwe dingen in. De nieuwe Minecraft updates die we kunnen doen. Dus uh, ja, gewoon als Minecraft wordt gewoon zeg maar mijn hoofdserie. En uh, ja, hier gaan we dus zeg, niet voor eeuwig. Maar echt super lang mee door. En um, ja, oh, by the way, die dingen worden allemaal ramen. Er komen allemaal stone bricks. Dus, um, ja, maar we zien wel gewoon waar het schip strandt. En ik moet gewoon nog even kijken wat we allemaal gaan doen. Oh ja, dat hele katgeneuzel, dat doe ik off-camera. Want ik heb nog gezocht naar een kat, alleen en ik kon er gewoon geen vinden. Dus ik weet niet wat het deal ermee is, maar ik moet uh, dus maar off-camera gaan werken. Misschien record ik het als er één heb gevonden. En dan plaats ik het in de episode in, moet ik even kijken. Maar uh, ik zie wel, ik record hem sowieso wel, denk ik. Maar um, ja, we gaan ook en chat en dat doen we denk ik in de volgende episode. Misschien nog wel vandaag, maar wat ik vandaag wil doen is... Um, ik wil um, uh, dit allemaal omhoog hebben dan gaan we um, op zoek naar um, 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 zand voor het ramen en dan gaan we want ik heb geen zand meer van de rare reden en dan gaan we denk ik in de volgende episode uh, ja enchanten dus want ik wil nog even stonewreck's daar uh, plaatsen dus dat wordt een lange episode maar um... Uh, ja, gewoon dan krijg ik in ieder geval veel klaar vandaag. En dat wil ik. Even kijken. Zo, ik heb nog een stack met logs. Want ik heb ongeveer het halve bos neergehaald. Dus uh, ja, ik wil graag geen dislikes van Greenpeace onder deze video. Dus uh, ja, zo zou erg uh, gemeen zijn. Maar oké. Okay. Even kijken, deze boom nog weg. En uh, ja, ik heb ook allemaal allemaal zorg geshared. Zoals uh, ook leaves en zoveel tuintjes en zo. Dus uh, ja, Minecraft wordt gewoon een hele mooie, lange serie. We gaan bijna weer bij Tower of Power ook bovenop mijn, um, ja, stories. Wat het nou is plaatsen, zeg maar. dat was een beetje lag daar zo. Maar, ehm. Um... Ja, dan gaan we dus mijn touw of Power boven bouwen. Lijkt me hartstikke leuk om dat te doen en zo. Dus ja, we gaan ook naar de netwerk binnenkort. Dat doen we denk ik in episode 20. Ga ik dat proberen te doen. Misschien als mijn huis klaar is. Want ik ga proberen om de komende episodes ongeveer 20 minuten tot een half uur te doen. Zodat ik in ieder geval veel klaar kan krijgen. Veel um, ja, werk kan doen dus aan mijn huis. En um, ook aan andere dingen. Natuurlijk gaan we nog wel um, andere dingen doen zoals Enchanted. Dat gaan we dus doen. Maar dat doen we dus in de volgende episode. En wel... Ja, ik denk niet dat ik het afkrijg, want we zitten nu al bij episode 17, volgens mij, zei ik net. Dus, parcours, nee damn it. maar. Het is dus even kijken, misschien wel bij episode 25. Weet je wat, ik weet het gewoon niet. Ik ga gewoon maar eens kijken wat ik uh, allemaal ga doen en um, wat ik allemaal in de planning heb. Want naar na de Nether wil ik wel heel graag, want ik ben benieuwd wat daar is. Misschien is het wel zelfs een episch Nether Fortress. het damn it. flikker ik toch nog even met mijn domme hasses. Hup, oké. Okay. Dus, ehm, um, ja, yeah, oké, okay, oké, okay, zo. So. Hup, 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 hup. Want ik wil de episodes van Honorspot maar een keer even niet open lang laten vallen. Want wel, het is een beetje onnodig. En mijn god, ik kan het nog allemaal fucking hoger gaan maken. Nou ja, het moet toch nog allemaal hoger. Dus ja, dan kan ik dat maar beter gaan doen, niet? Uh, en nee, ja, al die uh, materials verzamelen. Dat doe ik allemaal wel afkeer, maar jongens. Daar jullie uh, niet maakt voor te zijn. Want het is gewoon saai en uh, nutteloos werk. Kijk, nu heb ik alweer gewoon geen locks meer. Dit is gewoon twee stacks met locks. Dus ja. En dan moeten nog allemaal. Ik heb nog wel vijf stacks met locks nodig. Echt niet normaal, Dus wat ik ga doen, denk ik, is ik ga naar dat swamp, Ik haal alles leeg en dan plaats ik gewoon alles weer terug. En dan moet ik nog die finds. Uh, ik ga denk ik iets van de tree farm maken ofzo, ik ga al die resources wel off camera verzamelen. Goed, wat we nou gaan doen is, oh, ik heb appeltjes, dus ja dat is handig, ik store dit allemaal even. Dan gaan we terug naar mijn hoofdkwartier, en dan gaan we... Um, 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 wat wou ik ook even doen daar? Oh ja, de stone bricks even gaan plaatsen hier, want dat is wel erg handig denk ik. Even kijken, zo... Mm. En um, ja, ik moet nog even kijken um, hoe lang ik verder wil gaan met mijn huis. Laat even weten, willen jullie dat ik gewoon alles op camera ga doen? Of nou, dat ik alles ga recorden? Of willen jullie dat ik alles gewoon niet ga recorden? Laat even achter. Oh ja, ik heb bijna ook wat steak hier. Dat is altijd lekker. Uh, zo. Oh ja, bij de je, dit is allemaal eten. Uh, de vis en zo heb ik hier nog allemaal. Dus um, ja, oké. Okay, uh, stone, 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 stone. Dit is lang niet genoeg. Maar uh, het moet maar even, denk ik. Zo. Of, of is het genoeg? Ik. Ja, ik weet het niet. Zo. Oké. Okay. Nou, dan gaan we daarna terug. En dan gaan we dit eens even plaatsen. Even kijken, jongens. Oh een moment. moet even kijken hoe het er ook weer uitzag. Damn, dat kan ik niet zien. Um, um, Minecraft Activate. Zo, oké. Okay. Ik ga even nu op mijn andere scherm. Even kijken. Even kijken. Even kijken. Zo. Single player. Huis. Echt gewoon zonnig als je twee schermen hebt. Echt niet normaal. Goed. Even kijken. Nee, sorry dat jullie nog even niks zien. Maar hoe zit dit ook weer? Oké, okay, ja. Dat is met. Huh? Oké, okay, dat is met. No, oké, okay, dat is zo. So, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan moeten we gewoon alleen op de onderkant moeten stonen, Bricks. Haak, Dat is goed. Oh ja, nee, dat pad maken doe ik wel off-camera. want is gewoon gezak aan. Maar uh, ja, ik weet niet of ik alles moet recorden. Dus laat het even achter in de comments. Uh, we hebben hier ook varkens, by the way. Dus ja, daar kunnen we een, uh, iets leuks mee doen. Ik heb een beetje reuzen in mijn headset. dus veel vervelend. Nou ja, even kijken. Uh, uh, en dan moeten we hier straks... ...weer locks komen. Dus ja, zeer interessant, zeer interessant. Oh ja, dit is bijna weer de plek waar we de trap gaan maken. Ik weet niet precies uh, hoe hoog dat wat in ieder geval hier komt. Zo, zo pilaren. Dan gaan we met die trap zo omhoog. Een hele coole wetteltrap, wordt dat. Dus um, ja, dit wordt allemaal wel anders gemaakt. Maar dat zien we dan allemaal wel. Kijk, het ziet eruit dat ik... ...ruim genoeg stone bricks heb. Moet ik alleen niet de placements verpesten. Even kijken, dan gebruik ik even mijn... ...kapotte pickaxe. Nou, hij is niet kapot, hij is een beetje beschadigd. Even kijken, zo. Uh, en dan hier weer, oké. Okay. Uh, nou, dit was dus zeg maar alles. Dat wou ik doen, ik wou op zoek naar, 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 naar zand. En ik ga dit niet gebruiken, want dat is gewoon zonde, maar ik ga naar de woestijn toe en dan gaan we daar zand weghalen. Dat wou ik doen. I knew it, dan gebruiken we even birchwood. I don't Kijk Even kijken, zo, dit nemen we mee. Uh, altijd, eind altijd handig. Shuffle, zo, dan nemen we meteen genoeg zand mee voor eeuwig. Kijk, zo, even kijken, zo, 8 plankjes, nou, moet wel even oppassen dat we de boot niet crashen, um, weet je wat ik doe, gewoon even een extra bootje, hop, 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 zo, weten we zeker dat we geen risico lopen, goed, en on the way we go, af, af we go is het eigenlijk, nee, uit het het is by the way ook cool dat als je over pads heen vaart, dan komen ze, of in je inventory of je boot gaat kapot, of er gebeurt gewoon niks, dat is ook wel handig, denk ik, om pads te verzamelen, maar goed, dus, doe deze even kijken. Oh mijn god. Kijk, ik zal jullie even demonstreren. Uh, kijk, ploep. Kijk, dan gaan ze in inventory. Of nou ja, in dit geval dus niet, die ligt ergens achter. Maar het is dus wel gevaarlijk op die lilypads aan te botsen. Want dan gaat op een gegeven moment je boot kapot. Uh, Oké, okay, waarom nu niet? Nou ja, het zal allemaal wel. Maar ik heb dus nog maar één lilypad. Kijk, oh, dat bedoel ik dus. Wat? Oké, okay, dat faalde In de ankers! Oeh! Wat is dit? Wat een fuck, lekker. Nou, nah, in ieder geval. Oh, wat wat donker. Nou, nah, we gaan hier aan de kust maar zand verzamelen zo. Uh, dit even weg zo. Maar goed, jongens, laat even achter in de comments wat jullie nog willen doen. Dat ik in, uh, Of ja, wat ik nog moet doen in de Ronald's World Minecraft. Want er zijn zoveel uh, ideeën in mijn hoofd dat ik gewoon niet meer weet wat ik eerst of laatst moet doen. Ik heb wel dus de planning om dus uh, zeer binnenkort naar de netten te gaan. En oh ja, de livestreams jongens, gaat niet lukken. Want ik heb serieus al die internet zoals ik dus laatst al zei. Dus uh, geen livestreams voorlopig, niet helaas. Want uh, wel ik moet dus zorgen dat ik sneller internet krijg. Want ik, of de kwaliteit is poep of het lekt, als is tin teer. Dus um, uh, ja, en over poepkwaliteit, dat bedoel ik ook echt poepkwaliteit. Dus ik moet even kijken wat ik er Ik heb al met Jordi, met dit is een gaming kanaal erover gehad. En uh, wel, uh, dat is hopeloos, serieus. Gewoon, het is werkelijk waardeloos. Even kijken. We hebben Salt Mooi Show. Let's do this again. Even kijken. Oh, dat is wel chill daar. Hmm. Met, ehm. Um, is dat? Ja, de dat jungle daarachter. Denk het. Nou, come op in de boot. Let's do this. Doe, 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 do, do. Heb ik shios bij me? Ja. Ik wil even zo'n plantje meenemen. Dat is wel, wel grappig zo. Doei, in Dead Bush. Kijk zo. Nu even in speedboats. Even in de vijf mode. En oh, dit is eigenlijk hem. Um... Oh, gaaf koers. Dan hebben we die ik moet echt even opbouwen met het liedje. Goed, uh, maar ja, daar komt mijn huis dus. Hé, hey, hé, hey, hallo. Is het mops ook altijd? Goed, we gaan hier aanmeren. Oh, mijn god, we moeten al die varkens hier ook. Oh, heb je nog een boot? Oké, okay, dat is uh, ook dom. Nou, hier moet ik dus echt iets van een haven gaan bouwen. Oké, okay. uit de boot. Zo. Nou, gaan we slapen. En dan gaan wij dat zand opkoken. Uh, Za. Oh, mijn god, even die skeletons daar. Ik heb geen arrows, ik moet echt even arrows gaan maken zo meteen oh, Ik ga met jullie ook even naar de chicken farm zo meteen want Dat is gewoon episch, dat moet jullie echt gewoon zien Ik wil, ik hoef geen protection Het enige wat ik fucking wil is projectile protection Op mijn armen, want ik ben er zo zat mee Oké, soms skeletons ook altijd Hup, hup, oké, okay. nou Eh, uh, zand Dus, eh uh, 16, want ik heb zand voor 1 miljoen dingen nodig Dus ik gooi het gewoon allemaal in de furnace En alles is opgekookt ook altijd even kijken. Uh, yo, yo, yo. Oké, okay, daar zit wel niks in. Nou, slapen. En dan gaan we dus naar de chicken farm. En Dan gaan we even naar chicks farmen. Want ik wil echt arrows. Want ik heb wel 25 flint in deze kist hier. Ik zie je wel. Dus ja, maar ik heb dus geen arrows. Of nou? Ik heb wel. Ja, één arrow. Maar ik heb geen feathers. Dus ja, oké, okay, drie Ik heb drie feathers. Maar daar schieten we toch niks mee op. En ik heb toch even wat chicken nodig. Dus ja, yes. Daar, arrows. Altijd nice. Um, dus wat we gaan doen is. Even Sheets halen. Heb ik hier Sheets? Ja, 55. Nice. Goed, dit in inventory. Oh, mijn god. Vandaar dat die dingen zo pijn deden. Even chestplay. Nou, kijk, precies genoeg. Huppakee. Huppakee. Zo. Nee, nee. Oh, 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 okay. uh, dit hebben we niet nodig. Sheets, soms wel. Dit niet. Oké, okay. ja, Sheets. Juist wel. Oké, okay. nou, let's do this. Zo. Uh, ik moet het ook echt gaan fixen, by the way. Holy shit, man. Kijk, en daarvoor heb ik dus mijn boog nodig. Want. Creepers. heb ik gewoon echt geen zin in. Of ik moet het gewoon straks. Diamond Sword met, met. Sharpness 500 hebben. Wil ik die Creepers in één keer doodmaken? Of wat? Fire aspect of een knockback? Het mooiste zal zijn: Sharpness 5, knockback 2, Fire aspect 3 of zo, weet ik veel, Maar gewoon, dat zou gewoon echt episch zijn als dus ik dat kreeg op mijn Diamond Sword. En misschien Looting. Looting is ook wel handig, zijn voor Witters, hè. Maar dan chat ik er gewoon nog één, dus ja. Maar ik ga niet allemaal items enchatten. Ik ga, denk ik, gewoon op mijn um, uh, Iron Chestplate. Nou, ik moet even kijken hoe ik het ga, ik ga enchanten. Maar misschien een level 30 op mijn um, Diamond Sword. Ik denk het wel. En ja, dat dan vooral wel gaan maken. En wel, dan gaan we later de chestplate enchanten. Want die ga ik dus maken. Dan ga ik proberen om aanbreking daarop te krijgen. Dan ga ik, denk ik, eerst boeken enchanten. Zodat ik aanbreking erop kan krijgen. Want het zijn 8 diamonds. Dit is bij de weer met chicken farm. Oh, heilige keep. Oh, heilige keep. Oh, heilige keep. Oh, heilige keep. En 3, 2, 1. Chicken dit. Nee, dat doe ik niet. Even kijken. Zo. Nou, gaan we eerst alles even laten paren. Jij, met die, 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 die. Gewoon de muis even spammen. Zo. komt allemaal goed. Oh, mijn god, die staan nog wat in de hoek. Gewoon bij beetje niks te doen. Hup, aan het werk jullie. Ik wil babycap. Ik wil babycap. Zo, oké. Nou, heb ik regen met mijn XP. Nou, kom op, jongens. Hup. Laat je even aan de beste kant zien. Hup, oké. Nou, eens even zien. Hoe gaan we dit doen? Zo, 11 dood, oké. Hoeveel veren is dat? 9. Ehm. Uh, du, 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 du. ik heb voorlopig toch verder geen kit ergens nodig voor, dus ik doe gewoon even zo 13, 14, 4, prima, vind ik genoeg, zo. Maar goed, ik ga dus in totaal hier uiteindelijk 100 chickens houden, dus ja, dat lijkt me wel episch om te doen. Goed, gaan we nog even terug errors maken? En um, ja, de cow farm is nu, by the way, ook half uitgegroeid. Want ik heb alleen maar bibi kalfjes erin. De rest heb ik allemaal toch gemaakt voor letter. Dus uh, ja, de bean farm groeit mooi. Dit groeit allemaal mooi en perfect. Alles is volgens mij nu bijna gegroeid. En wel, dit is ook goed. Ik ga voorlopig geen sugarcane meer vormen. Want ik vind dit wel ja, cool staan. Dat moet ik, by the way, ook allemaal op gaan vullen met lily pads. Dus um, ja, daar is die bootmanoeuvre heel handig voor. Oké, okay. dan gaan we die kip even koken, denk ik, of zoiets. Nee, die kip wil iemand vast ruilen in het episode, dus die houden we lekker rauw. Want ik ga dus bijna weer ook ruilen en zo. Dus ja, we gaan, als we mijn huis klaar hebben, gaan we gewoon heel veel random dingen doen. Gaan we naar de nether, uh, gaan we wat uh, in deze wereld doen, ruilen en uh, uh, exploren en zo. Gewoon heel veel random sorry. Oh, alles is al klaar, oké. Okay. Uh, kip erin. Oh nee, ik wou geen kip koken, hè. Eh, uh, hoppakee, hoppakee. 1, 2, 3. Goed zo. stek met glas. Dat is goed, daar kan ik wel wat mee. 1, 2, 3. drie 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 ik Maak gewoon even. Za. Ja, dit is. Dat moet wel genoeg zijn, denk ik. Goed, nou. Uh, dit en dit. En dit als het goed is. Overgestack met arrows. Waar? Wow, 50 arrows vind ik prima. Uh, junk chest. En daar kan dit in, daar kan dit in. Dit, dit, dit heb ik allemaal niet nodig. Ga toch weg met je rotzooi? Dat wil ik allemaal niet. Uh, zo, sommige sheets ook. Dit heb ik niet meer nodig. Er was natuurlijk wel pickaxe, en de zo. So. Ik ga later alles nog een keer mooi maken en zo. Het valt wel mijn storage uiteindelijk. Um, dus ja, of ik moet ergens anders mijn storage gaan maken. Misschien daar in het woud of zo. Moet ik even kijken. Maar ik vind dat wel heel leuk zo in de berg. Lijkt me wel cool. Dus uh, ja, maar dan moet ik even kijken. hoe ik ga doen. Misschien ga ik het echt super lang en groot maken. Um, als we dat gaan doen, dan ga ik het wel beter maken. Net zoals bij de Kingdom en zo zo Kingdom Storage. Goed, even kijken. Nou, uh, dan gaan we het glas er maar in doen. hè Oké, okay, dan ga ik zo meteen boompjes kappen en dan uh, wel gaan we niet verder met mijn huis, want we gaan in chat in de volgende episode. Dus ja, dan ga ik proberen om er een zo hoog mogelijk level op te gooien op mijn diamond sword. Dus ja, dat kan me serieus niet schelen wat ik krijg, maar gewoon alleen dat diamond sword is al op. En dan misschien zelfs wel met sharpness, dat zou gewoon mijn dag helemaal mooi maken. Even kijken, zo glass, 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 glass. glass. Ah, ik heb misschien Net genoeg? Ja, ik heb net genoeg. Oh mijn god. Oh mijn god. Serieus. Net genoeg. Oeh, dat is close. Nou goed, jongens. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het hierbij laten. Het was niet zo'n hele lange episode volgens mij. Nou, we hebben veel klaargekregen. We hebben het uh, uh, huis ja, wat geupgradet. We hebben 50 arrows. We hebben chicken gefarmed. We hebben een beetje geexploreerd zal ik maar even zeggen. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Het helpt echt enorm. Vooral als je het ook een leuke episode vond laat dan gewoon een leuk achter. Dus ja, maar goed, tot volgende keer bedankt voor het kijken, subscribe, volg me op Twitter, laat een comment achter. De shift N staat onder staat onderin de beschrijving. Laat onderwerpen achter waar ik het over moet hebben, jongens. Want um, dat zou gewoon enorm fijn zijn. Dus ja, tot volgende keer bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later, later dudes.